Goedemiddag allemaal. Fijn dat u zo talrijk hier aanwezig bent in het Italiaantheater voor de voorstelling van onze allerjongsten van de Kunstacademie. Vaak zijn het de ouderen die wij het podium bieden, maar iedereen is begonnen van jongs af aan hun ervaring, hun kunsten te delen met het grote publiek. En het is ook fijn als we dat hier kunnen doen in het grote theater. Nu, voor sommigen is het de eerste keer, mijn eerste ervaring. Ik heb daar net de voorstelling gezien. Het waren andere uitvoerders. Het was fenomenaal. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken van al mijn collega's die nu druk bezig zijn met de voorbereidingen, alvast te bedanken voor hun inzet en om dit te realiseren en tot een goed einde te brengen. Maar ik mag ook niet vergeten om jullie te bedanken voor de aanwezigheid. Want het is heel belangrijk dat de ouders, dat wij dit proces, dat dit optreden, dit onderwijs steunen door onze aanwezigheid. Vandaar van harte dank om hier aanwezig te zijn. Ik wil ook onze schepen, Fernand van Trumpel, bedanken voor de aanwezigheid hier bij deze voorstelling. Men heeft mij ook gevraagd om bij de eerste, bij het eerste deeltje geen foto's te nemen met flitsen, omwille van het effect. U zal straks wel merken waarom. Maar ik wens u alvast een fijne namiddag en geniet van de voorstelling.
Kevin is daar. Zie, ze zijn ongeveer klaar. De poten en de klauwen geboend, de ruggen recht, de wachten gepoest. De snorrenbaarden schoongelikt, schroefjes worden vastgedraaid, snaren aangestreken, trommelstokken vliegen door de lucht. Er wordt gewreven en geblonken dat het een lieve lust is. De kangaroo grijpt naar de hoorn, de zwaan strijkt door de chalonneer, de koekoek neemt de klarinet, de xylofoon krijgt Fred's skelet, de olifant houdt de trompet al gereed, de pony pakt de castagnette beet. Sssst, silence, het is onze muziek, wij hebben ze gemaakt. En jij moet ze kunnen horen, zien, ruiken en proeven. Ze noemen mij niet voor niets een tonentovenaar. Hier komt de stoet van klanken van moi, moi, mijn, mezelf en mij. Dag egel, wat zoek je daar, lieve kleine scharrelaar? Ik zoek mijn holletje. Ga je naar je holletje, mooi klein stekelbolletje? Ik verveel me eigenlijk. Iedereen heeft zoveel werk te doen. Kom maar, egeltje prikkenprik. Zullen we spelen, jij en ik? Ja, goed. Wat zullen we spelen? Zullen we piano spelen? Ja, goed. De pianisten zijn ook hier. Kom, we tellen tot vier. 1, 2, 3, 4.
schildpad. Schildpad? Is daar iemand? Laat me met rust. Laat me zitten in mijn schild. Ik heb nooit van mijn leven aandacht gewild. Dan zal ik anders een bof vertellen om je op te vrolijken. Ik ben niet bepaald de grappenmaker van de hoop. Als je mij een mop vertelt, dan ga ik op de loop. Je kunt toch niet lopen? Dat is wellicht een beetje overdreven. Het is meer... Ik lopen doe ik immers nooit. Het is meer kruipend overleven. Anders zal ik je helpen. Ga nu weg. Laat mij alleen. Ik wil liever niemand om me heen. Ben je nu boos op mij? Nee, ik ben niet boos. En ook niet triest. Stilte is gewoon wat dit beestje verkiest. Oké dan. Ga nu weg. Laat mij alleen. Ik wil geen beest om me heen. Maar ik ben toch geen beest? Oké dan. Dit was de interview. Dames en heren, boeren en boerinnen, nu komt een heel speciale diersoort, de zingende kinderen. Ze komen helemaal uit Gerersbergen Centrum en ze zingen samen liedjes over andere vreemde dieren. Uw aandacht voor Mini Musica! Thank you.
geen kangaroo zijn. Waarom niet? Misschien, hè? Misschien wil ik wel een aap zijn. Dan kan ik mensen afschrikken zo. Ja, maar dat kan ik ook hoor. Ik sla gewoon. Ja, maar dat is toch niet leuk? Jawel, kijk maar, daar zijn mensen. Nee, wacht, stop! Ik ben de koekoek. Mijn snaveltje zit vol verdriet. Mijn mama vogel wou me niet. Ze liet me vallen in een ander nest. Ben ik slechter dan de rest? Ik ben de koekoek. Nooit en nergens ben ik thuis. Ik heb geen warm en veilig huis. Het is donker in het bos en stil. Is er iemand die mij wil? Wil je wel, hoor. Lust jij kroepoek? Koekoek?
lust je dan koekjes? Koekoek! Dit gaat nooit makkelijker worden. Koekoek, koekoek, koekoek! Ben je al eens gebeten?
Wel, mijn leeuwen die is zo lief en zo mooi en zo zacht en zo knuffelachtig. En nog veel meer. Maar, dus eigenlijk ben ik al 3 keer gebeten. Spijtig genoeg in dezelfde arm. Ja, ik heb hem moeten amputeren. Ben je gebeten? Oh ja, 3 keer in dezelfde arm. Ik heb hem moeten amputeren. Hoe lang duurt het om een truc aan te leren? Wel, bij mijn leeuw duurt dat zo 15 minuutjes. Maar bij een andere leeuw zal dat wel gemakkelijk 2 uur duren. Hoeveel eet een leeuw per dag? Mijn leeuw die eet 3 biefstukken per dag, maar ze wegen wel 2 kilo. 3 biefstukken in een dag van 2 kilo. Waarom is een leeuw de koning van het bos? Woont de leeuw dan in het bos? Iedereen kent ook de Lion King. Ja, in de film. Thank you.
ik ben te laat. Waar is mijn partituur? Ah, daar. Kunnen beren spelletjes spelen? Houden beren van honing? Winnie de Pooh houdt van honing. Kunnen beren kunstjes? Kunnen beren zingen? Baloo de Beer kan mooi zingen. Kunnen beren instrumenten spelen? Ja, beren zijn heel muzikaal. Kunnen beren broodjes smeren? Ja hoor, luister maar. Dat is zijn naam, Fred Skelet. Ik heb hem op. En ja? Hoe zal ik de deur open? Geen idee. Met mijn sleutelbeen. Hoe voelt het eigenlijk om een skelet te zien? Ik ben net als jij. Alleen zit mijn vel er niet omheen. En hoe komt het omdat je geen vel hebt? Hoe oud ben je dan? Ik ben oud en versleten, maar dat is omdat ik me niet vergeten. Ik ben afgeleefd en gammel, maar nog steeds. Maar de mensen behouden van mij een krabbel.
nog even blijven zitten, jij. Het rare beestencarnaval komt voor de laatste keer voorbij. De zeebeesten dansen in het water. De zingende kinderen. De trage schildpad. De brullende leeuw. De niet blije kangaroes. Wij zijn de beesten op hun best. De muzikanten van het orkest. Et voilà. Je mag nu gaan. C'est fini. Het is gedaan. Genoten heeft. Ik heb nog een kleine praktische mededeling om jullie kinderen terug te vinden straks. Wij proberen ze nu allemaal zo snel mogelijk van het podium te halen. Wij doen heel erg ons best om iedereen met zijn eigen rugzak en zijn eigen jas daar naar boven te laten gaan. U mag zo meteen langs daar de zaal verlaten, dezelfde weg als u bent binnengekomen. Als u dan gewoon de weg naar de uitgang volgt, dan zou u normaal gezien aan de uitgang uw kind moeten vinden. Als dat niet zo is,
dan komt u maar bij ons en dan gaan wij op zoek. Nee, het is daar straks ook allemaal gelukt, dus het gaat nu zeker ook allemaal lukken. Eventjes geduld tot iedereen het trapje af is en zijn rugzak heeft gevonden. Maar dan worden alle families herenigd. Nogmaals bedankt om te komen en graag tot de volgende keer.